Goedenavond iedereen en welkom op de persvoorstelling van Mr. Gay Belgium 2017. Naast mij staat de huidige Mr. Gay Belgium 2016, Raf. Goedenavond, Raf. Hallo, goedenavond. De nieuwe kandidaten zijn natuurlijk juist voorgesteld. Wat zijn jouw verwachtingen voor de nieuwe delegatie? Mijn verwachtingen zijn eigenlijk dat ze gewoon ervan genieten. Dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze zich kunnen vinden in het nieuwe avontuur. Dat ze hun campagnes natuurlijk naar voren kunnen brengen. En dat ze de belangrijke thema's kunnen aankaarten waar dat ze voor staan. En voor de rest ja, hoop ik gewoon dat ze een beetje oppikken van hoe dat de organisatie werkt, hoe dat de mister zich moet gedragen. En dan hoop ik dat wij een nieuwe mooie opvolger voor mij kunnen vinden. Je hebt natuurlijk ook, er is nu een nieuw doel dat gesteund wordt vanuit de organisatie zelf, Heroes of Football. Kan je daar eens wat meer uitleg over geven? Heroes of Football is eigenlijk een project dat ondersteund is door de Koninklijke Voetbalbond. Het is eigenlijk een project waarbij de voetbalbond een signaal naar buiten wilt geven over homofobie in de voetbalwereld. Het project noemt Heroes of Football en mijn deel erin gaat zijn dat ik een ambassadeur ben voor dat project en meer een contactpersoon voor bijvoorbeeld voetballers die vragen hebben of voetballers die is nood hebben aan een babbel omdat ze niet zeker zijn. In het verleden zijn er al sporters geweest die naar mij zijn gekomen met vragen. En nu is het een beetje in een officiële iets gegoten, waarbij ze mij helemaal persoonlijk, helemaal vrijblijvend kunnen contacteren. Dat staat ook op de website en zo. Dus het is een mooi en groot project dat we nu mee ondersteunen. Natuurlijk staat er voor jou, nog voor iedereen weet dat wel, een heel groot evenement te wachten. Mr. Gay World. Kijk je daar naar uit? Wat zijn je verwachtingen daarvan? Wat ga je allemaal doen? Ik kijk er enorm hard naar uit. De Mr. Gay World is eigenlijk een beetje het laatste wat ik doe als Mr. Gay Belgium, omdat dat begin mei is en eind mei geef ik mijn titel door. Er staat van alles op programma daar. Het is een beetje te vergelijken met de Mr. Gay Europe verkiezing, maar dan nog groter. Het valt ook samen met de World Pride in Madrid en in Gran Canaria. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ja, en wij moeten je natuurlijk ook feliciteren, want je hebt de titel van Mr. Gay Europe ook gewonnen. Klopt. Denk je dat je nu een stapje voor hebt voor Mr. Gay World? Goh, ik ga wel mijn best doen, maar het is gevaarlijk omdat ik nu inderdaad die een titel heb en dat mensen nu verwachtingen gaan hebben. Maar ik hoop dat ik het gewoon goed ga doen en ik ga gewoon mezelf proberen blijven en doen wat ik met Mr. Gay Europe ook heb gedaan. Ja. Ja, awel. Heel veel succes op Mr. Gay World en heel veel succes ook toegewenst aan de kandidaten. Dankjewel, Raf. En u bedankt voor het kijken.